Tini Sanders, waarom vier jaar... Van de plaatselijke FC uit Castricum. Bij de fusieclub die nog maar 11 jaar bestaat is hij de man. Onze held is namelijk niet alleen leider van de A1, maar ook van het eerste elftal dat vorig seizoen kampioen werd in de tweede klasse. Helaas keert de FC dit jaar met een schamele 7 punten weer terug uit de eerste klasse. Toch staat hij nog altijd met veel plezier achter de bar. En op zaterdag is onze kantineheld de voice van Castricum. Ajax is zijn club, maar helaas mocht zijn favoriete speler dit weekend niet van de bank komen. Stiekem hoopt hij een terugkeer van zijn all-time favorite, Rafael van der Vaart. Dames en heren, vanavond is hij hier te gast met zijn vrienden. De kantineheld van vanavond, Ton Klaver. Goedenavond. Wil jij nog iets kwijt over PSV of zeg je van nou... Nou, ik geniet er wel van wat daar gebeurt eigenlijk. Oh? Ja. Jij bent Ajax-fan, toch? Ja. Oh, oké. Okay. Dan is het duidelijk, ja. Ja, ik vind het wel leuk. Je hebt meer mogen zeggen dan ik, Ton, vanavond. Dankjewel. Ja, gelukkig wel. En ook heel wat zinnigers. Ton, nog even over dat... Laat hem gaan een keer. Lange tenen. Ton, luister even naar mij. Dit kleine secreet, hè, die opgevoerde lullenbijten. Vorige week heeft hij me een keer 2 keer uit laten praten over Wesley Sneijder. En daar heeft hij zoveel spijt van. En hij heeft het al 14 keer over bewakers en de Europa Cup of de Fair Play Cup. Wat interesseert mij die kutbeker, man? Ton, nog even jouw clubje, FC Castricum. Ja. Jij bent daar stadionspeaker. Ja. Kun je eens een voorbeeldje geven hoe dat dan gaat als jij dat doet? Nou ja, dan de teams komen het veld op en dan neem ik het woord. En dan is het van welkom bij FC Castricum op Sportpark Noordeind voor de wedstrijd Castricum tegen Zwift. Ja. Nou, niks mis. En dan, dan lees ik de opstellingen voor en dan... En je hebt veel goede dingen dit jaar kunnen roepen, hè, over je club, toch? Nou, niet veel. Heel veel doelpunten tegen. Ja. Ja. Want hoe zijn we geëindigd? Laatste. We zijn gedegradeerd, helaas. Ja. Maar je bent vrolijk blijven roepen, het gaat goed met Castricum. Jawel. Ja. Ik bleef het volhouden en ja, je moet toch wat. Ja. Oké. Okay. Nou, mocht je wat willen zeggen, ook als Hans aan het woord is, doe dat gerust. Ja. En in deze uitzending... Nee, het kan weer niet, Hans. We gaan naar het Gillette Pro-klassement toe. Sorry.